Nederland worden jaarlijks zo tussen de 150 en 200 moorden gepleegd. Sommige moorden krijgen heel veel publiciteit. Van anderen heeft u nooit gehoord. Terwijl ze even gruwelijk en schokkend zijn als de moorden waar de kranten wel vol van staan. Aan sommige moordzaken wordt door de recherche jarenlang gewerkt. Andere worden geruisloos binnen een paar maanden gesloten. Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en voor wie een moord is. Elk leven is even belangrijk, of het slachtoffer nu een professor of een prostituee is. En als ik u nu zeg dat ons dossier van vanavond over de moord op Willy van Wanrooy in Tilburg gaat, is er een vrij grote kans dat u zegt, Van Wanrooy, Tilburg? Nee, zeg me niks. Want ja, niet elke zaak die wij aanpakken krijgt zoveel publiciteit als Koos Haan natuurlijk. De 50-jarige Willy van Wanrooy werd deze week precies 2 jaar geleden vermoord in zijn eigen woning in Tilburg na een bezoekje aan de kroeg. Van Wanrooy was geen raketgeleerde, maar werkeloos en wat aan lager wal geraakt. Maar hij heeft wel familie en geliefden die willen weten wat er met hem is gebeurd. Het misdrijf leidde slechts tot wat 1 kolommetjes in de landelijke pers. Tilburger, 50, overlijdt na misdrijf. En in het stukje stond de klassieke zin: de toedracht is nog onduidelijk. En dat is nog steeds zo. De zaak is 2 jaar na dato nog niet opgehelderd. En dus doen wij vanavond een poging. Helpt u mee? Emotioneel gaat er op een gegeven moment bijna onderdoor. Ik stel hem op en ik ga hem in bed. Ik snap er niet van dat hij niet opgelost kan worden. Ik denk mensen die meer weten, dat die gewoon niks durven te zeggen. Het is net na 2 uur de nacht als in een ziekenhuis in Tilburg een man wordt binnengebracht. Hij is gewond in zijn hoofd en heeft inwendige bloedingen. Met spoed wordt de man naar de operatiekamer gebracht. Even lijkt het erop dat zijn leven gered kan worden, maar 13 uur later overlijdt hij alsnog. Het gaat om de Tilburgse Willy van Wanrooy. Hij is slachtoffer geworden van een roofoverval. Maar wat er deze nacht in april 2008 precies is gebeurd in het huis van de 50-jarige Willy, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Een zaak waarvan de politie dacht te maken te hebben met een makkelijk oplosbare overval, is met het overlijden van Willy ineens een levensdelict, een moord geworden, waarbij justitie wel een vermoeden heeft over het motief en de achtergronden, maar hier net geen vinger achter krijgt. Het is heel moeilijk om dit om mee om te gaan, omdat die dader nog steeds vrij rondloopt. Wel op de eerste plaats. Waar zo iemand gewoon nog vrij rond kan lopen. En ik heb zelf het idee dat deze zaak gewoon opgelost kan worden. In de achterhoofd denkt er toch altijd van, er moet toch iets mee gebeuren. He, zo ene kan toch niet rond blijven lopen. Als Peter op zoek gaat naar antwoorden, stuit hij op angst en een muur van zwijgzaamheid. Heb jij echt alles verteld wat je weet? Of hou je stiekem nog wat achter? Ik zou het echt niet weten. Ik zou graag willen helpen, maar ik kan er niks vertellen. Want als iemand het wel vertelt, vertelt het toch wel. En als iemand het niet wil vertellen, vertelt het niet. Iedereen wil gewoon anoniem blijven hier, omdat iedereen bang is. Is Willy van Wanrooy een willekeurig slachtoffer of had hij vijanden? En hoe dichtbij moeten die worden gezocht? Met een flinke borrel op loopt Willy van Wanrooy deze avond even na 1 uur 's nachts naar huis, na een avondje doorzakken in zijn stamkroeg. Het is een frisse avond. Ik
Nog geen drie kwartier later neemt de politie polshoogte in een woning in de IJskelderstraat, de woning van Willy. Op het bureau is een melding binnengekomen van inbraak. De agenten vinden Willy op de grond in de woonkamer. Hij heeft zijn jas nog aan. In de hal ligt zijn sleutelbos. Kennelijk is hij net thuisgekomen en direct bij binnenkomst aangevallen. Willy lijkt op het eerste gezicht niet zwaar gewond. Hij heeft bloed aan zijn hoofd en is gewond aan zijn linkerhand. Maar hij is nog bij kennis. Stamelend weet hij de agenten te vertellen dat hij is beroofd. Daarna wordt hij naar het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk kwam ik daaraan bij het ziekenhuis. En toen mocht ik er uiteindelijk bij. En toen zei ik hem inderdaad aan toetsen bellen. En toen had ik zoiets van, dit zit niet goed. Dus ik met spoed naar Tilburg rijden. Maar ja, ik was te laat. Dus ik kwam aan een bed en daar lag mijn broer al overleden. De inwendige bloedingen zijn Willy uiteindelijk fataal. Overleden aan de gevolgen van massaal bloedverlies, zo meldt het sectierapport. De roof met fatale afloop aan de IJskelderstraat gaat als een lopend vuurtje door de buurt. De Tilburgse wijk Gorkum-Hasselt is een buurt waar veel mensen elkaar kennen. De altijd goedlachse Willy is er een bekend gezicht. Vijanden heeft hij niet. Hij maakt juist graag met iedereen een praatje. Willy is een man die al jaren moeite heeft om zich staande te houden in de maatschappij. Niet in de laatste plaats omdat hij moeilijk van de drank af kan blijven. Als in juli 2004 zijn vader overlijdt, zakt Willy verder weg in het drankgebruik en raakt bovendien zijn baan kwijt bij een sociale werkplaats. Sindsdien zit hij werkloos thuis. Financieel gaat het dan snel bergafwaarts. Willy bouwt een torenhoge schuld op. De vraag is dan ook, waarom is uitgerekend Willy slachtoffer geworden van een gewelddadige overval, terwijl bij deze werkloze vijftiger eigenlijk niets te halen viel? Of had hij wel degelijk iets van waarde? De recherche zet 15 man op de zaak en brengt het leven van Willy in kaart in de hoop hierin een mogelijk motief te ontdekken. Dan blijkt dat Willy met enige regelmaat mensen in huis nam. In ruil voor een biertje bood hij een slaapplaats aan. Iets waar zijn familie niets van wist. Mogelijk kwam de aanval uit deze hoek, zo redeneert de recherche. In april 2008, ten tijde van de overval, leeft Willy samen met de dan 27-jarige Alex en de 30-jarige Bianca. Het stelletje woont dan bijna 4 maanden in de kleine woning aan de IJskelderstraat. Het zijn ook Alex en Bianca die op de avond van de overval de alarmcentrale van 112 bellen. Diep in de nacht worden Willy's huisgenoten Alex en Bianca wakker door een harde bonk. Op de begane grond horen ze mannen ruzie maken. Een onbekende stem roept dat hij geld wil hebben en ze horen Willy antwoorden dat hij geen geld heeft. De twee bedenken zich niet en grijpen wat kleren bij elkaar. Met angst in de benen lopen Alex en Bianca de trap af richting de buitendeur. Als ze langs de woonkamer komen, zien ze in een glimp dat Willy op de grond ligt en dat hij gewond is. Omdat ze niet zeker weten of de belager nog in huis is, nemen ze het zekere voor het onzekere en vluchten in paniek de straat op. Dan belt Bianca 112.
Zonder verder om te kijken naar Willy, die notabene gewond in de huiskamer ligt, vluchten Bianca en Alex het huis uit. En als Bianca 112 belt, vertelt ze vreemd genoeg niet dat ze bij Willy in huis woont. In plaats daarvan zegt ze dat ze een buurvrouw is. De politie komt hier natuurlijk al snel achter. En vraagt zich dan af waarom de twee deze informatie achterhielden. Zouden ze soms iets te verbergen hebben? En zo ja, hebben Alex en Bianca dan mogelijk zelf iets met de mishandeling te maken? Als de recherche polshoogte neemt in de woning aan de IJskelderstraat, blijken er verschillende spullen verdwenen. Willy's portemonnee met erin zijn identiteitskaart en bankpas en enkele bonnetjes ontbreekt. Waar de telefoon stond, hangen nog slechts losse, doorgesneden kabels. En op de plek waar waarschijnlijk de televisie stond, bungelen alleen nog de aansluitingskabels. Op de grond, voor de plaats waar de televisie stond, vinden recherche twee onduidelijke schoensporen. Mogelijk een afdruk van de dader. De recherche richt de pijlen op Alex en Bianca. De twee huisgenoten worden enkele uren na het overlijden van Willy aangehouden en leggen wisselende verklaringen af over wat er die nacht is gebeurd. En dan blijkt ook nog eens dat de twee hun huisbaas Willy eerder hebben bestolen. In de portemonnee van Bianca wordt een briefje aangetroffen. Op het briefje staat: kun je hem niet naar boven lokken, dan kan ik die munt pakken. Het is een tekst van Alex en gaat over een replica van een historische munt van Willy, die in de ogen van Alex en Bianca geld waard was en die ze kennelijk hebben gestolen. Als Alex tegenover de recherche zit, ontkent hij deze diefstal aanvankelijk. En ook Bianca zegt hier niets van te weten. Na enig aandringen geeft ze het voorval uiteindelijk toe, maar ze zeggen niets te maken te hebben met de fatale overval. De recherche is daar niet helemaal van overtuigd. Willy was dan niet bepaald een rijk man, maar er viel wel degelijk iets bij hem te halen. Hij had sinds kort een splinternieuwe LCD-televisie die hij samen met zijn familie bij elkaar had gespaard. Een apparaat waar Willy buitengewoon trots op was. Ik was ook trots op hem. Dat hij dat kon kopen van de middelen, hè, mindere middelen die je had. En toch zoiets kon kopen. Wel, dat mijn andere broer meegeholpen had. Maar dat was toch heel goed voor hem. Willy liep toch daar met de koop in de zin van iedereen die het wou horen, vertelde hij van, nou, ik heb een mooie tv. En waarschijnlijk is dit zijn dood geworden. Het is met €800 niet echt het duurste LCD-scherm, maar omdat juist deze televisie is verdwenen, zou dit in de ogen van de recherche toch wel eens het motief kunnen zijn voor de overval. De verdenking gaat uit naar Alex en Bianca, want nader onderzoek leert dat Alex niet alleen de munt heeft gestolen, maar eerder ook dvd's en geld heeft ontvreemd van de oude televisie die Willy had verkocht. Maar bij verdenkingen blijft het. Bewijs ontbreekt en technische sporen die in hun richting wijzen zijn er ook niet. De aangetroffen schoenafdruk op de plek waar de televisie stond is niet van Alex en ook niet van Bianca. Dat Alex en Bianca door de politie als mogelijke daders worden gezien,
is op zich niet heel erg raar. Maar aan de andere kant ook niet heel erg voor de hand liggend. De twee woonden immers bij Willy in huis en hadden op ieder moment de televisie kunnen stelen zonder Willy daarbij iets aan te doen. Bijvoorbeeld als hij niet thuis was. Nadat de twee weer op vrije voeten zijn gesteld, lijkt de zaak op een doodspoor beland. Ik zeg lijkt, want via de tiplijn Meld Misdaad Anoniem is er dan inmiddels interessante informatie binnengekomen. De dader die dit op zijn geweten heeft is de zeer agressieve Johan L. L is een bekende bij de politie Tilburg. Er wordt verteld dat de daders met twee waren, maar dat is niet zo, aldus een anonieme tipgever. Johan L., de man die in de tip wordt genoemd, is inderdaad een bekende van de politie. En het is niet de minste. Zijn strafblad telt zo'n 16 pagina's met zaken als geweld, diefstal, mishandeling, vernieling, bedreiging en wapenbezit. L heeft dus een gewelddadige reputatie. De afgelopen 8 jaar is hij maar liefst 9 keer veroordeeld. Het is een tip die de recherche dan ook uiterst serieus neemt. Nader onderzoek wijst uit dat zelfs zijn eigen ouders bang voor hem zijn. In de politiecomputer zit een mutatie dat Johan L. 3 dagen voor de moord op Willy met veel duw- en trekwerk door agenten uit zijn ouderlijk huis is gezet. Sindsdien woont hij bij een voormalig zwager van hem, een Wilfred, zo ontdekt een observatieteam van de recherche. In dit huis van ex-zwager Wilfred staat in hetzelfde buurtje als het huis van Willy van Wanrooy. Ten tijde van de aanval was Johan L. dus eigenlijk een buurtgenoot van Willy van Wanrooy. Omdat de recherche vermoedt hiermee dicht bij een mogelijke oplossing van de zaak te komen, gaat men over tot het afluisteren van verschillende telefoons. Naast Johan L. wordt ook ex-zwager Wilfred getapt. De politie spitst de oren als zij een gesprek opvangen waarin ex-zwager Wilfred begint over de overval op Willy van Wanrooy. Hij vertelt een kennis dat Johan L. met de zaak te maken heeft en dat Johan hem dat tot diezelfde fatale nacht heeft opgepiecht. Het is 17 juni, 2 maanden na de dood van Willy, als veelpleger Johan L., die inmiddels ergens anders woont, onder hevig protest van zijn bed wordt gelicht. Enkele uren later wordt ook ex-zwager Wilfred aangehouden. De recherche verdenkt hem van heling van de gestolen spullen van Willy. Want, zo redeneert de recherche, als Wilfred zoveel van de overval weet, is hij er dan misschien ook zelf bij betrokken. In tegenstelling tot Johan L., die op dat moment niet aanspreekbaar en woest over zijn aanhouding in een cel zit, werkt ex-zwager Wilfred mee met de politie en legt een uitgebreide verklaring af. Hij stelt dat Johan het hele verhaal over de overval aan hem heeft opgebiecht toen hij die nacht rond 3 uur bij Wilfred voor de deur stond met een breedbeeldtelevisie in zijn armen. Mm.
Johan zou slachtoffer Willy die avond per toeval tegen zijn gekomen. Op het moment dat Willy zwalkend naar huis loopt, ontmoet Johan hem vlak bij Willy's huis. Ze hebben elkaar enkele dagen eerder ook al eens gesproken. Johan loopt een stukje mee op. Dat begint als een toevallige ontmoeting tussen twee buurtbewoners, verandert binnen de kortste keren in een gewelddadige overval. Aldus het verhaal van Wilfred. Op het moment dat Willy van Wanrooy van het café naar huis loopt, ontmoet hij buurtgenoot Johan L. Zo verklaart L's ex-zwager Wilfred. Johan loopt een stukje mee op. Wat begint als een toevallige ontmoeting, verandert al snel in een gewelddadige overval. Eenmaal binnen en op de grond geeft Johan de beschonken Willy nog enkele rake klappen. Zo stelt Wilfred in zijn verklaring tegenover de politie. Vervolgens loopt Johan met de breedbeeldtelevisie van Willy en nog enkele spulletjes naar het huis van ex-zwager Wilfred, waar hij de gang van zaken uitgebreid uit de doeken doet. Naast de televisie heeft Johan volgens Wilfred een handset van een telefoon bij zich en een portemonnee, met erin een legitimatie van de man die Johan net heeft overvallen. Willy dus. Opvallend is dat Wilfred weet te vertellen dat er naast een legitimatie ook enkele bonnetjes in de portemonnee zaten. Iets dat inderdaad klopt en niet eerder door de politie naar buiten is gebracht. En er is nog iets. Johan zou volgens ex-zwager Wilfred die avond in het bezit zijn geweest van een bebloed mes. En Willy van Wanrooy is inderdaad geslagen en gestoken. Ook dit heeft de politie niet in openbaarheid gebracht. Het is een verhaal dat de recherche geloofwaardig in de oren klinkt. Willy van Wanrooy is min of meer per toeval slachtoffer geworden van een overval. Een overval met veel geweld die hem uiteindelijk mede door zijn slechte lichamelijke conditie als gevolg van overmatig alcoholgebruik het leven heeft gekost. En de dader in dat verhaal is Johan L., een oude bekende van de politie. Maar het is ook een verhaal waarvoor nog wel het doorslaggevende bewijs op tafel moet komen. Een verklaring van horen zeggen alleen is niet voldoende. Als het even kan, moet er ook technisch bewijs bij komen. Dus waar zijn bijvoorbeeld de gestolen spullen gebleven? En het mes? Ook hierover verklaart ex-zwager Wilfred. Wilfred zou Johan de volgende ochtend hebben gesommeerd het gestolen goed direct uit zijn huis te halen. Nog diezelfde middag heeft Johan alles weggehaald. De spullen waar hij niets aan had, zou Johan ergens in een afvalbak hebben gegooid. En zo vertelt Wilfred verder. Toen bekend werd dat Willy aan zijn verwondingen was bezweken, zou hij de televisie direct in een kanaal hebben gedumpt. Tegenvaller voor de politie, want zolang van de gestolen spullen ieder spoor ontbreekt, kan de betrokkenheid van Johan moeilijk worden aangetoond. Wat de recherche nog achter de hand heeft, is het aangetroffen schoenspoor. Een match met de schoenen van Johan zou kunnen bewijzen dat hij inderdaad in de woning van Willy is geweest. Ook hierover verklaart ex-zwager Wilfred. Hij heeft Johan nooit meer op de schoenen gezien die hij die bewuste avond aan had. Mogelijk
heeft Johan dus ook zijn schoenen weggegooid. Aan het verhaal van Wilfred zitten enkele vreemde kanten. Want waarom zou Johan ineens een bivakmuts op hebben gezet toen hij overging tot de aanval? Slachtoffer Willy had zijn gezicht immers al lang en breed gezien toen hij hem op straat aansprak. En Willy wist dus al hoe hij eruit zag. Toch hecht de recherche waarde aan deze verklaring. Met name omdat de ex-zwager Wilfred, die Johan dus heel goed kent, heel gedetailleerd vertelt. Onder andere over alle spullen die Johan zou hebben gestolen. Informatie die op dat moment nog niet naar buiten is gebracht. En daarom denkt de recherche met deze belastende verklaring van ex-zwager Wilfred op het goede spoor te zitten. Johan L. zelf houdt tijdens de meeste verhoren zijn kaken stijf op elkaar. Het enige wat hij kwijt wil is dat hij op de avond van de overval bij vrienden was en niet meer weet hoe laat hij thuis kwam. Niet echt een waterdicht alibi dus, maar zeker ook geen hard bewijs. Alle hoop is gevestigd op het technisch onderzoek. Maar ook dit levert niets op. Bruikbare sporen in het huis van slachtoffer Willy ontbreken. En in de woning van ex-vager Wilfred wordt ook niets aangetroffen waaruit technisch de betrokkenheid van Johan L. bewezen kan worden. Geen bloedsporen, geen mes, niets. Even krijgt het rechercheteam dan hoop als in een schuur achter het ouderlijk huis van hoofdverdachte Johan L. een schoen wordt gevonden met een profiel dat lijkt op dat van wat is aangetroffen in de woning van Willy. Maar die hoop wordt in de kiem gesmoord als blijkt dat het aangetroffen schoenspoor van zo'n slechte kwaliteit is dat het niet mogelijk is om een vergelijking te maken. Johan L. wordt na 6 weken voor arrest wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten. En zo wordt het na weken intensief rechercheonderzoek stil in de zaak. Dat de dood van Willy van Wanrooy uit de IJskelderstraat als onopgelost in de kast dreigt te verdwijnen, is voor de nabestaanden onverteerbaar. Her en der verschijnen nog enkele artikelen over de zaak, maar ook dit leidt niet tot een doorbraak. Het is het meest frustrerende dat je als onderzoeker kunt overkomen. Wel denken te weten wat er is gebeurd en wie hiervoor verantwoordelijk is, maar hier net niet de vinger op kunnen leggen. Maar waar justitie gebonden is aan onderzoeksregels en wettelijke richtlijnen, kunnen wij natuurlijk wel op een andere manier proberen het onderzoek een nieuwe impuls te geven door het dovende vuurtje een beetje aan te wakkeren. Bovenaan het lijstje van verdachten staat Johan L., die dankzij de belastende tip van zijn ex-zwager in beeld kwam. Johan, die bekend staat als gewelddadige veelpleger, presenteert zich op deze Hives-pagina als een fervent pitbull-liefhebber en een man die niets moet hebben van de politie. Dit is hem. Johan blijkt geen vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Hij logeert her en der in Tilburg en omgeving bij vrienden. Zit deze man werkelijk achter de gewelddadige dood van Willy van Wanrooy, of krijgt de politie het bewijs tegen hem niet rond, omdat hij er juist niets mee te maken heeft? Als we in oktober 2009 klaarstaan om bij Johan langs te gaan en hem op de man af opheldering te vragen over zijn mogelijke betrokkenheid, komt ineens het bericht binnen dat Johan wederom is aangehouden.
Niet vanwege de dood van Willy, maar omdat hij een vrouw heeft mishandeld. Johan zou de vriendin van een kennis waar hij op dat moment in huis woont zo'n 3 keer met zijn vuist in haar gezicht hebben geslagen. Het is een zaak die justitie niet al te licht opneemt. Johan wordt zware mishandeling en bedreiging ten laste gelegd en blijft in afwachting van de behandeling van de zaak in voorlopige hechtenis. Hoewel deze kwestie helemaal losstaat van het onderzoek naar de dood van Willy van Wanrooy, zegt het wel iets over de persoonlijkheid van Johan L. Een man die blijkbaar niet terugdeinst voor zwaar fysiek geweld, ook tegen vrouwen. En dat past dan natuurlijk wel in het daderprofiel. En er is meer. Het is december 2009 als een vrouw het politiebureau in Tilburg binnenstapt. Ze wil een verklaring afleggen. Een verklaring over niemand minder dan Johan L. Ze vertelt de politie dat ze bevriend is met een ex-vriendin van Johan, ene Manuela. En dat zij via deze vriendin heeft gehoord dat Johan, zoals de politie al vermoedde, betrokken is bij de overval op Willy. Ik weet dat die tv die bij Willy van Wanrooy is weggenomen door Johan in het kanaal is gedumpt. Verder weet ik van Manuela dat Johan de schoenzolen van de schoenen die hij droeg tijdens het incident waarbij Willy om het leven is gekomen verbrand heeft ergens in de bossen. En zo heeft de politie ineens te maken met een tweede getuige die in de richting van de bekende Johan L. West. Kennelijk is Johan zo nu en dan toch loslippig geweest tegen bekenden van hem. Volgens het verhaal van deze nieuwe getuige zou niet alleen zijn vriendin Manuela op de hoogte zijn, maar zou Johan het hele verhaal ook tegen haar vader, dus zijn toenmalige schoonvader, hebben opgebiecht. Er zijn dus twee bronnen die in de richting van Johan L. wijzen. Maar opvallend is toch dat vele anderen ervoor kiezen om te zwijgen. Bij sommigen is dat ingegeven door de angst voor de gewelddadige reputatie van Johan. Maar speelt zeker ook mee dat de Tilburgse wijk Gorcke-Hasselt, waar alles zich heeft afgespeeld, erg gesloten en gereserveerd is als het medewerking moet verlenen aan de politie. Ook al gaat het om een moordzaak. En dat is iets wat dit onderzoek zeker parten heeft gespeeld. Wie weet er wat en wie verzwijgt er wat? We maakten een rondje langs de hoofdrolspelers in deze zaak en toen bleek al gauw dat in ieder geval niet iedereen de waarheid spreekt. Het stelletje Alex en Bianca verklaarden eerder tegenover de familie van Willy dat zij ooit het hele verhaal over die fatale nacht wel eens zouden vertellen. Dat impliceert dat zij mogelijk meer weten. Misschien is nu de tijd aangebroken om wel een boekje open te doen. Hoi, hallo. Peter en Fien. De hele gebeurtenis blijkt het stel nog aardig hoog te zitten. Dus het heeft op jullie wel indruk gemaakt? Zeker wel. Wij hebben nog meer als bij mij, hoor. Want hij is echt nog niet in staat om te werken en dat soort dingen. Ik ben ook wel, ik moet zeggen, mijn werk erdoor kwijtgeraakt. En het valt ook echt niet mee om nou via uit zijn boos voor ander werk te zoeken. Want de zaak staat bekend.
bij de uitzendbureaus. Ja. En hebben jullie echt alles aan de politie verteld wat je weet? Ja, alles. We zijn nu wel 1000 keer ondervraagd, denk ik. En we hebben echt alles verteld wat wij weten. Alles. Er is niet iets dat je zegt van nou, dat heb ik achtergehouden omdat ik een beetje bang was. Of... Nee, niks. Omdat ik iemand herkend had misschien. Nee, was het maar waar, want dan had ik gelijk gezegd wie het was. Wat dat betreft spaar ik helemaal niemand en zeker niet bij zo'n mensen die niks terug durft te doen. Dan heb ik zoiets van, wist ik maar wie het was. Wisten we het ook maar, ja. Want eens wat wij eigenlijk hebben gehoord is een hoop herrie in huis. En van, ja, we moeten geld hebben en we moeten gewoon geld hebben. Hij zegt, jij kan een check uitschrijven. Nee, wij moeten geld hebben. Op een gegeven moment hebben we gewoon echt veel klappen gehad. Het enige wat wij hebben gedaan is wakker geschrokken kleren aangetrokken. We zijn eruit genaaid, we zijn lachbekken geweest. Ja. Maar had je toen het idee dat die aanvaller al verdwenen was? Dat nee, die waren nog binnen. Die waren nog binnen. Ja, daarom waren wij ook zo bang. Ik wou die weg geweest, hadden wij Willy waarschijnlijk ook geholpen. Maar hoe zit het dan met de spullen die Alex eerder van Willy had gestolen? De actie die hen in de ogen van de recherche zo verdacht maakte? Nou, het was gewoon zo, hij had het niks. Nou, wij hadden niks. Ik denk dan doe die munten verkoop. Nou, 50 euro wordt gegeven. En er zijn wel boodschappen van geld en drinken van boodschappen gehaald gedaan en alles. Dus. Ja, allemaal goed. Het is wel gestolen van hem natuurlijk. Ja. Heb je daar spijt van? Ja, heel veel spijt van. Maar dat zeg ik wel altijd, dat is allemaal achteraf. Dat is allemaal achteraf. En dat is gewoon een fout die je maakt en die kan je nou toch niet terug. Ja. Het leek er niet op dat Alex en Bianca meer weten over de zaak of nog iets achterhouden. En hoofdverdachte Johan L. zeggen ze helemaal niet te kennen. Maar er is één man die Johan wel degelijk kent. En goed ook. Ex-zwager Wilfred, die eerder bij de politie een uitgebreide verklaring aflegde. Wilfred woont nog steeds in de wijk Gorkum-Hasselt. Maar heeft hij ook nog contact met Johan L? Hoi. Ik wil jou graag even spreken. Hoi, Daniel. Hoi, bij mij. Ja? Wilfred zegt sinds zijn verklaring bij de politie verschillende keren door Johan te zijn bedreigd. Sindsdien durft hij zijn huis bijna niet meer uit. Ik had wel jammer, want ik kan hier op in de tuin, daar leef je bij zomers. Maar we kunnen niks, ik kan niks. Ik moet gewoon even kijken, de winkels in, de supermarkt ingaan, dat doe ik ook niet. Want stel voor dat ik met de supermarkt tegenkom, die slaat helemaal lenzen, jongen. Die slaat met mijn hoofdkassen ook, hè. Die gaat als je met de pak kan krijgen. Ik heb daar een handbak op staan, ik heb daar een dolk onder mijn bank liggen. Maar je moet rest van me weten, ik... Je bent behoorlijk bang voor. Ik ben er heel bang voor. Het verhaal van Wilfred bevestigt de kennelijke agressie van Johan L. Toch wil Wilfred ondanks de angst voor Johan zijn verhaal kwijt, want voor hem is het onbegrijpelijk dat Johan nog steeds vrij rondloopt. Zit het je hoog, dit allemaal? Het zit me heel hoog, want weet wat het is? Ik kom met een verhaal, ik geef hem aan. Ik kom eigenlijk met een zilver dienblad van, nou alsjeblieft, hier heb hem. En dan wacht gewoon in de prullenbak naast hem neergegooid. De bewuste avond waarop Johan bij hem met de flatscreen voor de deur stond, staat Wilfred nog scherp voor ogen. Zo'n grote tv had hij in zijn hand. Had je men op mijn kastje neergezet. Zit je de man in spul, zet ik al hier buiten zet. Zo werkte hier bij mij niet natuurlijk. Mm-hmm. En wat had hij nog meer bij zich? Een portemonnee. En zaten er bonnetjes in van die man. Zijn legitimatiebewijs zat erin. Dus hoe kan ik weten of die man een paspoort of een legitimatiebewijs heeft als het niet op de tafel heeft gelegen? Legitimatiebewijs en een buskaart. En het was dus zo, toen hij aanbelde, ja? Toen zei hij tegen jou van, ik denk dat ik iemand doodgeslagen heb. Ja, zo komt hij binnen. Ik zei, ik denk dat ik hem doodgeslagen heb. Zo zeg je het ook tegen me, ik denk het. Dus of je dan zeker is, dat weet ik dus niet. Ja. Maar heb jij daarna nog gevraagd van, joh, wat is er nou precies gebeurd? Nou, hij heeft alles goed precies verteld. Dus voor jou lijkt het geen twijfel dat hij de moordenaar is? Daar ben je zeker van? Ik ben de enige die weet wat hij gedaan heeft en die weet wat hij voor staat is. En hij heeft het gewoon al. Maar ik ben gewoon lopen vertellen, ik heb gewoon spul op tafel gehad. Ja. Ik kan het niemand niet bewijzen. Zo simpel is maar, ja, ze zeggen nogmaals, ze moeten het bewijs hebben. Nou ja, en nou, dat hebben ze dus niet, want hij heeft gewoon allemaal verbrand en heeft in het kraan geflikkerd en het is weg. Wilfred zegt zelf gezien te hebben dat Johan onder andere zijn schoenen heeft verbrand.
Een verhaal dat eerder ook al naar boven kwam door de vriendin van een ex van Johan, die hierover bij de politie een verklaring aflegde. Ook deze vrouw zoeken we op. Net als Wilfred blijkt ook zij doodsbang voor Johan. Ze wil pertinent niet in beeld, maar vertelt ons wel het volgende. Ik ben zelf ook met de dood bedreigd door hem en ik ben het gewoon spuugzat. Ik wil dat het onderhand een keer afgelopen is. Zijn ex-vriendin Manuela is een goede vriendin van mij en heeft me het hele verhaal verteld. We zaten bij het kanaal in de auto en toen begon ze ineens te huilen. Ze zei, ik kan dit niet meer voor me houden. Johan is gewoon bij Widdy binnen geweest. Hij heeft hem opgewacht om die tv mee te kunnen krijgen. Hij is gaan slaan omdat hij zijn zin gewoon niet kreeg. Johan heeft dit verhaal niet aan zijn ex-manuele opgebiecht, maar aan haar vader die hem in de gevangenis heeft opgezocht. En die heeft het weer aan Manuela verteld, aldus deze vriendin. Meerdere mensen zouden dus op de hoogte zijn van Johans betrokkenheid bij de dood van Willy, waaronder zijn ex-schoonvader, die niet ver uit de buurt woont. Maar als we hier verhaal komen halen, lijken alle luiken dicht te gaan. Hoofdverdachte Johan L. zou het hele verhaal over de dood van Willy van Wanrooij hebben opgepiecht aan zijn ex-schoonvader, die hem in het huis van bewaring heeft opgezocht. Maar als we deze ex-schoonvader opzoeken, blijkt hij minder spraakzaam dan we hoopten. U kent Johan wel goed, hè? Ja, tot verlengens toe. U bent ook bij hem op bezoek geweest, toch? Ja, en hier ook gehuisd. Hè? Hij heeft hier ook een tijdje gehuisd. Ja. Want je had verkeer met hem dag, hè? Ja. Maar u bent ook bij hem op bezoek geweest in het huis van bewaring, hè? Ja, omdat wij zijn mond opvingen. Ja. En we wisten in eerste instantie niet meer de reden was waarom hij vast had. Ja. Het was dus voor die Willy van Wanrooij. Heeft u daar met hem wel eens over gesproken? Nee. Maar goed, heeft u hem op de man af wel eens gevraagd van hoe zit het? Nee. Nee? Nee, want als iemand dat wil vertellen, vertelt het toch wel. En als iemand het niet wil vertellen, vertelt het niet. En van het moment dat hij weer vrij is gekomen, heeft hij verder zijn mond erover dicht gehouden. Bij Johans ex-schoonvader worden we niet echt wijzer. Toch hebben we juist door de vage antwoorden wel het gevoel dat hij niet alles heeft gezegd wat hij weet. Het verbaast mij toch dat u nooit hem op de man af heeft gevraagd van, joh, heb je daar wat mee te maken of niet? Ja, dat hoef ik niet te weten. En waarom niet? Het gaat om een moord. Ja. U wilt toch wel weten met wie uw dochter omgaat? Of die met een gewelddadige moordenaar omgaat, of niet? Een persoon die meerderjarig is, mag een eigen keuze maken. Maar u zegt, hij heeft nooit iets verteld over wat er gebeurd is. Nee. Ik heb nooit meer zo verteld, nee. Is het onwil of angst voor wraakacties waardoor deze ex-schoonvader zich op de vlakte houdt? We proberen het nog even bij Johans ex-vriendin Manuela. Ze woont sinds haar relatie met Johan voorbij is op een geheim adres. Maar net als haar vader zegt ook zij niets te weten van een bekentenis van Johan. Is het niet zo dat je met een vriendin van jou eens hierover hebt gesproken? Nee. Nee? Nee. Wederom rijst de vraag angst of onwil. Manuela blijkt in het verleden het nodige met Johan L. te hebben meegemaakt. Ik moet zo zeggen, als wij ruzie hadden, dan sloopt hij mijn spullen en ja, schoot me uit. Daar zag ik niet meer zitten. Dus toen heb ik gezegd, ze klaar over. Was hij ook wel gewelddadig naar jou toe? Ja,
Je kan wel nee zeggen, maar er zullen meerdere mensen ja zeggen. Dus. Heb je wel geslagen? Ja. En als die boos werd, dan was het gooien en smijten met spullen. Ja. Gewelddadig eigenlijk. Ja, dat kun je toch wel zien. Daar had je op een gegeven moment genoeg van. Ja. Hoewel Manuela niet echt alles uit de doeken lijkt te doen, laat ze wel weten dat ook zij Johans betrokkenheid in de zaak niet uitsluit. Dat denk je nu zelf, je hebt hem leren kennen. Wat ik nou zelf denk, ja, hij is gewoon stom bezig geweest dat ik dat zo allemaal moet horen. Ja, kijk, u zit hier ook niet voor niks aan tafel, dus. Ja. Maar heb je dan het idee van, nou, het zou wel eens goed waar kunnen zijn? Of, Die twijfel heb ik af en toe wel gehad, ja. Ons onderzoek bij verschillende betrokkenen, die ook nog eens bijna allemaal in dezelfde wijk wonen, trekt al snel behoorlijk wat aandacht. Johan heeft zijn gevangenisstraf wegens mishandeling inmiddels uitgezeten. Uiteraard willen we hem zelf ook spreken en gaan we naar hem op zoek. Het resulteert uiteindelijk in een afspraak bij ons in de studio. Kende jij Willy van Wanrooy? Persoonlijk niet. Nooit ontmoet? Nee. Weet je nog wel wat je deed de nacht dat hij werd vermoord? Waar was je toen? Ik persoonlijk was op een kinderfeest. Maar je weet niet precies hoe laat je daar ben weggegaan, hè? Nee, want dat komt omdat ik... Ja, ik blow, zou ik het in één keer vertellen. Dus ja, als een jointje op hebt, dan weet jij net zo goed als ik beter. Dan kan er een kwartier of een half uur, daar kun jij niet echt tussen beslissen. Dus dat kan een half uur later of een uur. Ja, daar houden niet echt bij. Ja. Maar je hebt dus geen waterdicht alibi eigenlijk? Ik heb wel een waterdicht alibi, ja. Je tijdstippen, weet je niet? Nee, je hebt het niet meer goed bijgehouden. Nee. Zo lang geleden. Maar het punt is natuurlijk wel dat je bij de politie niet erg hebt meegewerkt. Hè? Je hebt je op je zwijgrecht beroepen. En waarom heb je dat gedaan? Op een gegeven moment begon ik het oneerlijk spel van de politie door te krijgen. Over tijdstippen beginnen, andere delicten praten. En toen heb ik mijn eigen op mijn zwijgrecht beroepen. En toen had ik zoiets van, hey, wacht even. Hier is meer aan de hand dan alleen een beschuldiging. Want ik word nou als dader weggezet, niet meer als verdachte. Maar op het moment dat je onschuldig bent, wil je dat toch gewoon van de daken schreeuwen. Dan wil je toch overal wel 10 keer aan meewerken en 10 keer je verhaal vertellen. Heb ik ook gedaan. Ik heb 1 keer goed mijn verhaal verteld en dat was meteen de waarheid. Als jij na 3 verhoren in de gaten begint te krijgen dat de politie een agressief opstel naar je begint te krijgen. En dat je daar niet meer benaderd wordt als verdachte, maar als een dader. Ja, wie ben ik dan om mijn eigen verder in de problemen te gaan brengen? Maar ben je een dader niet dan? Nee, maar 100% zeker van niet. Want dan durf ik jou nou gericht voor in uw gezicht aan te kijken en me 100% zeker te zeggen. Ja, toch vertelt je ex-zwager Wilfred een heel ander verhaal. Hè? Die zegt op de avond, de nacht van de moord, stond hij bij mij voor de deur, had een groot televisiescherm in zijn handen en zei letterlijk zoiets van, ik ben bang dat ik iemand heb doodgeslagen. Waar komt dat verhaal dan vandaan? Nou, ik denk dat hij of dat verzint. Althans, ik heb een conflict met hem gehad, een privéconflict. Wil je daarmee zeggen dat het een wraakactie van hem is? Het is een pure wraakactie van hem, ja. Ja, maar frappant is wel dat hij toch met informatie komt die iemand normaal gesproken niet kan weten. Dat klopt. Je hebt mijn reputatie. Je hebt net al gezegd dat ik niet het schoonste strafblad heb. Dus... waarom zou hij daar dan zo gaan verzinnen? Ja, maar het punt is dan, het is van 2-1. Of hij heeft het gedaan, of jij hebt het gedaan. Hè? Als je op de informatie afgaat die hij heeft gegeven. En als hij het zelf heeft gedaan, dan zou hij toch wel een beetje stom zijn... als hij op die manier de aandacht op zich gaat vestigen... door met die details te komen. Ja, maar jij weet net zo goed als ik, Peter. Waarom zou hij het zelf niet proberen als hij ertussen betrokken zit?
Nou, dan lijkt het mij heel veel verstandiger dat je dan je mond dicht houdt en niet de aandacht op je vestigt. Maar nu gaat hij dingen roepen die hij normaal gesproken niet zou kunnen weten. Tenzij jij inderdaad met dat scherm voor de deur hebt gestaan en met die andere spullen die hij bij zich had, een portefeuille, identificatiebewijs en noem maar op. Zou jij denken dat ik met mijn reputatie aan hem zou gaan bekennen? Ja, waarom niet? Met mijn dat maak ik talloze keren mee, dat mensen hun mond voorbij praten. En net nadat ze een misdrijf hebben gepleegd, dat komt ik weet niet hoe vaak voor. Oké. Maar dan wil ik ze is het wel niet even zo? Kennen. Nee, ik heb het nog nooit meegemaakt. Jij hebt daar die nacht niet gestaan? Niet met een televisie voor de deur en niet met het delict waar hij mij voor beschuldigt, nee. En je hebt ook die televisie niet een dag daarna in het kanaal gegooid? Nee, want ik denk dat de politie hem dan gevonden had. Als de politie het kanaal is groot en lang. Wilfred, maar ook andere mensen, zeggen dat ze nog steeds door jou bedreigd en geïntimideerd worden. Ze zijn bang voor je. Ik heb ze allemaal gesproken. Dat komt toch niet zomaar uit de lucht vallen? Misschien voelen hun dreigen bedreigd en bang in mijn omgeving, maar ik heb met die mensen al heel lang geen contact meer. Maar toch is het opvallend dat vrij veel mensen dit roepen. En duidelijk aangeven dat ze doodsbang voor je zijn. Ik hoef daar helemaal niks aan te overdrijven, want dat is gewoon zo. Ze zijn doodsbang voor jou. Nou, dat vind ik jammer dat ze doodsbang voor mij zijn. Want ze hebben, in principe hebben ze, heeft niemand van mij iets te vrezen, Peter. Helemaal niemand. Maar is het niet zo dat je Manuela min of meer hebt opgebiecht dat je ermee te maken hebt? Nee, ik zal. Luister, Peter, als ik. Want ik heb een strafblad, zoals jij het vertelt. En als ik mijn eigen al beroep op mijn zwijgrecht bij politie, denk maar niet dat ik bij burgers zal praten. En ook niet tegen mijn ex-vriendin. Nee, maar wel tegen haar. Haar vader, die bij jou op bezoek kwam, Ron. Die ken jij goed. Die ken ik heel goed, ja. Dat is mijn ex-schoonvader geweest, hè? Ja. Dus iedereen kent zijn ex-schoonvader. Heb je tegen hem opgebiecht dat je bij deze zaak betrokken was? Nee. Maar dat is weer zoiets, Peter. Als jij altijd verhalen via hoort, dan weet jij ook net zo goed dat er drie straten verder heel het verhaal omgedraaid is, er iets bijverzonnen is en dan is het weer in één keer helemaal anders. Ja, maar iedereen bij jou die verzint er wat bij en die wil jou een loer draaien. Hoe komt dat dan, dat iedereen jou moet hebben? Vind je dat zelf niet ook een beetje gek? Manuela, heb je die niet mishandeld? Weet jij meer dan ik, Peter? Ja, ontken nou eens. Durf je te zeggen dat je die nooit mishandeld hebt? Wat is mishandelen, Peter? Nou, mishandelen is als je een vrouw een klap, een duw, een schop of weet ik veel wat geeft. Heb je dat nooit gedaan? Dan weet jij meer dan ik. Nou, zeg nou eens nee. Nou, dan zeg ik nou nee. Dan weet jij meer dan ik. Ja, dan weet ik zeker meer. Dan lieg je nu. Zeg je dat? Ja. Ja, heb je het weer verhaal gehoord van andere mensen? Of heb je het gehoord uit Manuela's mond? Vertel eens, Peter. Heb je dat nou weer gehoord via? Of heb je het nou echt uit mijn ex's mond gehoord? Jij zegt dus dat het niet zo is. Ja. Ik slaag een vrouw. Zeker niet mijn eigen vrouw. Althans, ex-vriendin. En als jij meer weet, mag je dat meer vertellen, Peter. Ik ben stel helemaal open voor het conflict met jou. En ik heb niks te verbergen. Ik heb helemaal geen conflict met jou. Nee, ik vraag jou gewoon naar de waarheid. Ja, en dan krijg je toch eerlijk antwoord op? Dat is eerlijk. Ja. En als jij het anders wil interpreteren of anders voor wil brengen, Peter, dan moet je het ook doen. Ja, één ding is duidelijk. Iemand ligt hier. Maar wie? Ik praat daar nog even over na met de advocaat van Johan L., meester Jeffrey Woodrow uit Tilburg. Dag meneer Woodrow. Ja, is dit nou weer iemand die uw cliënten probeert in te luizen? De zoveelste? Dat weet ik niet. Ik kan dat niet beoordelen zonder een strafdossier. Maar wat mij opvalt uit de verklaring van Manuela, de ex-vriendin van Johan, is dat zij hem niet bepaald spaart en dus niets lijkt achter te houden. Mm-hmm. En wat ik dan daaruit vervolgens concludeer is dat zij in ieder geval niet bevestigt wat Priscilla gezegd zou hebben tegen de politie. Ja. En dat is denk ik relevanter in deze zaak dan de vraag of Manuela nou liegt of Johan. Ja, maar dat zou wel eens heel goed verklaard kunnen worden uit het feit dat Manuela doodsbang is voor uw cliënt. Ik heb haar natuurlijk zelf gesproken en ik zag de angst in haar ogen door de tranen heen. Dus of dat nou zo geloofwaardig is dat zij dat ontkent,
Ja, nogmaals, dat op zich kan ik niet goed beoordelen. Ik ben ook niet bij dat gesprek aanwezig. Ik kan het ook niet zien, de mimiek van het gezicht. Maar ik ga alleen af op datgene wat zij zegt. Want waarom zou Priscilla dit bijvoorbeeld verzinnen? Die heeft daar toch helemaal geen belang bij? Ogenschijnlijk niet. Ik heb wel begrepen dat zij een vriendin is of gelieerd is aan een persoon met wie Johan problemen heeft. Maar het zou wel kunnen passen in het straatje van verdenkingen vanuit de buurt, vanuit de vrienden, ex-vriendenclub moet ik dan eigenlijk zeggen. Hmm. Omgeving van Johan en van de buurt zelf daar. Het is natuurlijk niet onbekend gebleven dat hij voor die zaak is aangehouden geweest. Gedetineerd is geweest zelfs. En ja, dan blijft toch het aloude spreekwoord waar rook is vuur. En mensen gaan dat invullen. Ja. Nou, over invullen gesproken. Laten we het eens hebben over dat verhaal van zijn ex-zwager Wilfred. Die zegt van nou, Johan stond die nacht met een tv-scherm bij mij voor de deur. Dat is een verhaal wat ik toch wel authentiek vind klinken. Wat vindt u daar nou van? Het lijkt authentiek omdat hij gedetailleerd vertelt. Maar wat nou heel belangrijk is gebleken in het dossier, is dat een aantal van die punten die hij noemt gecontroleerd zijn door politie. Men heeft met andere mensen gesproken. En op diverse punten is hij door de mand gevallen. Noem eens een punt. Hij zou gezegd hebben dat de tv de volgende dag opgehaald zou zijn. En dat weer gezien was door een buurvrouw. En men heeft met die buurvrouw gesproken. En die zegt, ja, nou, dat kan ik me niet herinneren. Maar is het hij daarmee heeft, onwaar? Nee, maar dat is een punt. En, ja. En het gaat natuurlijk om het hele verhaal. Want dat verhaal bevatte wel daderkennis, hè? Over de andere spullen die meegenomen waren. Identiteitsbewijs en wat bonnetjes en noem maar op. Dat is toch frappant. Dat is frappant, maar voor zover de informatie, de wetenschap bij die Wilfred daderkennis zou bevatten, dan is het vooralsnog daderkennis die hij heeft. En dat is wat in deze zaak gaande is. Hij probeert die daderkennis in de schoenen te schuiven bij Johan. Is dat niet wat ver gezocht? Hij is als verdachte binnengehaald op het politiebureau en is als verdachte verklaringen gaan afleggen. En wat is nu essentieel bij verklaringen van verdachten? Daar moeten we heel voorzichtig mee zijn, want iedere verdachte heeft een eigen belang bij zijn verklaring. Iedere verdachte probeert zijn positie zo goed mogelijk neer te zetten en kan proberen zichzelf uit de wind te houden. Ja. Zit de politie in deze zaak op een verkeerd spoor met uw cliënt? Met mijn cliënt wel. Uiteraard zeg ik dat als advocaat. Ja, dat begrijp ik. Van mijn cliënt. Maar ik zeg dat ook met mijn wetenschap uit het dossier, dat er toch aanwijzingen te vinden zijn dat er bijvoorbeeld sprake is geweest van meerdere daders. Kortom, nog een hoop vragen wat u betreft die beantwoord moeten worden. Nou, we gaan eens zien wat daaruit komt. Bedankt voor uw komst naar de studio. Ja, de politie in Tilburg heeft in ieder geval deze week weer 12 man op de zaak gezet in de hoop de moord toch nog op te lossen. En of Johan L. dan wordt beschuldigd of juist vrijgepleit, zal de tijd hopelijk leren. Als u informatie heeft over de moord op Willy van Wanrooij, dan kunt u nu bellen met de politie van Midden- en West-Brabant. En het telefoonnummer is 0162-32-81-86. Ik herhaal 0162-32-81-86. En u mag uiteraard ook meldmisdaad anoniem bellen. Het nummer daarvan is 0800-7000. En u kunt ook via onze website www.peterrdevries.nl contact opnemen met ons programma. Aarzel niet om te reageren als u iets weet, hoe klein of schijnbaar onbetekenend ook. De politie wil bijvoorbeeld erg graag weten waar het verdwenen televisiescherm van Willy is gebleven.
De vondst daarvan kan al snel naar de dader van de moord leiden. En u weet wat ik in dit soort situaties altijd zeg. U heeft nooit een alibi om te zwijgen als u iets weet over een onopgeloste moord. En ik hoop dat ik volgende week kan melden dat de toedracht nu duidelijk is. Dat brengt mij aan het slot van deze uitzending bij de toedracht van een andere gruwelijke moord, waar de vraagtekens ook nog niet vervangen zijn door uitroeptekens. Het gaat om de dubbele moord op de 79-jarige Henk Opentij en de 73-jarige Mary Run in Amsterdam-Noord in 1997. In december van vorig jaar hebben wij hier in samenwerking met de recherche van Amsterdam-Amsteland uitvoerig aandacht aan besteed. Politie was toen door twee mannen die aangifte kwamen doen op het politiebureau gewezen op de mogelijke betrokkenheid van een neef van de twee mannen. Het was een serieus spoor waar wij in onze reportage ook de nodige aandacht aan hebben besteed. Maar dat niet alles is wat het lijkt, bleek wel toen de bewuste neef naar onze uitzending zat te kijken op zondagavond en zich geschrokken realiseerde dat hij werd bedoeld en direct na afloop naar het politiebureau reed. Daar heeft hij vrijwillig een DNA-test ondergaan die onomstotelijk uitwees dat het gevonden daderspoor in deze zaak niet van hem afkomstig is en hij met deze dubbele moord dus niets te maken heeft. Dat zijn de zegeningen van de huidige techniek. DNA kan iemand lelijk belasten, maar soms ook heel mooi vrijpleiten. En het leek ons fair u nog even te berichten dat de neef dus volkomen vrij uitgaat. Want u weet het, we zijn een programma dat aanklaagt, maar ook verdedigt. Nou, het zit erop voor vanavond. Volgende week zijn we weer, zelfde tijd, zelfde plaats, met een nieuwe zaak waarvan de toedracht nog onduidelijk is. Tot dan.